De beide trainers, Pieter Mulders van VVOG en Richard Plug, na afloop van deze wedstrijd, van deze derby. Een typische derby. Niet super goed voetbal, maar echt derby voetbal, of niet? Ja, zou ik even wel betitelen. Het blijft lang 0-0, dus ja, er wordt niet extreem heel veel risico genomen door beide partijen. Het is niet altijd zo dat de 0-0 wedstrijd een derby wedstrijd is. Meestal worden wel veel gescoord, veel gele kaarten. Overigens ging dat het laatste gedeelte, werden veel gele kaarten getrokken. Maar eerst zelf vond ik op zich meeval. En ja, we waren niet echt in de zin van een heel zware overtreding om daar een derby van te maken. Dus ja, het was een rustige wedstrijd, moet ik zeggen. Ja, is het een wedstrijd zoals je dacht dat die zou gaan verlopen, of ben je toch teleurgesteld? Nou ja, goed, als je in de 80e minuut of 82e minuut de 1-0 tegenkrijgt, dan ben je altijd teleurgesteld. En het was een tijdje 0-0. En dan denk je, nou, misschien is het een keer een moment om toe te slaan. Maar dat deed DVS, dus helaas. Ja, inderdaad. Helaas, maar voor jou niet helaas, Richard. Zakelijke overwinning, 1-0, 3 punten. Ja, wat is zakelijk? Wat vind jij zakelijk? Dat je dus middels dat ene doelpuntje gewoon met 3 punten de competitie verder gaat, dat is het enige zakelijke eigenlijk. Niet qua spel. Hoewel ik niet denk dat je heel erg tevreden bent over het spel. De opzet was om, je hebt gezien, we hebben Benjamin echt links buiten gezet vandaag. En de opzet was om Benjamin heel vaak te zoeken. Ik denk dat de eerste helft prima gelukt is. Ik kwam een aantal keren goed langs die rechtsback. Nou, en dan, Onua. Ja, oké. Nou ja, normaal hebben ze daar Snijder staan. Hij kwam er een paar keer heel goed langs. Alleen in het laatste deel hebben we misschien 2-3 gevaarlijke momenten gehad, maar eigenlijk te weinig. Maar dat was ook de klasse van VVOG. Nou, dan denk ik dat wij vlak voor rust goed wegkomen. Een lange bal hier, een balverlies van Koentje. Lange bal, daarna uit zijn goal. Nou, die redt Jeremy dan goed. Dan komen wij gewoon goed weg. Ja, in de tweede helft was het gewoon volop strijd en passie en... Ja, uiteindelijk dat er dan zo'n goal valt, ja, daar is het misschien dan een wedstrijd voor. Maar ja, weet je, was het goed of geen goed voetbal? Ik heb in de krant gelezen dat het passie en vechtlust zou zijn tegen mooi voetbal. Nou, sinds ik hier trainer ben, weten jullie, is het mooie voetbal gestopt. Hè? Dus dan hebben we ook maar passie en strijd er tegenover gegooid. Dus ik vond het wel een leuke wedstrijd. Ik vond het interessant. Ik vond VVOG ook alles geven. Ik vond de volop belangstelling. Nou, vanmorgen reed ik hier naartoe. Ik moest mijn ruitenwissers op de hoogste stand zetten. Ik denk, nou, dat is zonde. Maar het was mooi weer. Ik denk dat er gewoon wel alles in zat. Nou, behalve misschien het supermooie voetbal. Maar ik denk dat je gewoon trots moet zijn op zowel VVG als onze ploeg. Dat twee ploegen alles gegeven hebben. Dus, ja, en daar ben ik altijd blij mee als trainer. Precies. Veel strijd jullie. Het heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat gegeven. Hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou ja, goed, ik kan hier best wel wat mee met deze wedstrijd. Terecht dat wat Richard zegt. Kijk, het begint natuurlijk bij strijd. En dat hadden we overigens wel verwacht. Een derby hoef je eigenlijk spelers niet te motiveren. En dat was er zeker. En ik heb genoeg derbies gespeeld. En ik heb nog weinig derbies gezien met mooi voetbal. En DVS doet het gewoon goed. Complimenten voor Richard. Hij staat zo goed als bovenaan. En jullie zijn misschien een beetje te kritisch daarin. Maar gewoon, er komt tegenwoordig zoveel bekijken bij voetbal. En het voetbal wat wij vroeger speelden... lekkere samba voetbal en mooi voetbal, die tijd is geweest. De verschillen zijn klein, dat heb je vandaag ook gezien. Wij staan misschien 4 van 100, 5 van 100 tegen eigenlijk de koploper. Nou, je ziet dat de verschillen weinig zijn, dus elke week moet je kunnen pieken. Nou, ik denk dat beide teams hebben gepiekt vandaag. En terecht wat Richard zegt, een lullige call, dat hoort niet bij deze wedstrijd. Maar ja, goed, dat zijn wel de feiten. En hoe nu verder? Ja, ik ken hier wel wat mee. We maken steeds stapje voor stapje met deze groep en op naar volgende week. Maar Telstar van de jaren 80-90, dat was toch wel het allerbeste, Pieter, hè? Ik heb lachen, maar dat was echt goed. Dat was hartstikke goed. Ik heb volgens mij niet goed geïnformeerd. De jaren 80 hebben wij er niet gespeeld. Dat was wat later, maar eind jaren 90. Maar nee, maar goed, ik neem het niet op. Die zijn nog zo jong. Ja, goed, jonge vrouw, hè, dan weet je, dat hoort erbij. Maar nee, nogmaals, even serieus. Het was een interessante wedstrijd, wat Richard terecht zegt. Ik vond het een interessante wedstrijd voor het trainen op de bank. Hè, wat doet DVS, wat doen wij? Nou, ik denk dat wij het tactisch goed gedaan hebben. Want DVS zal misschien wel iets verder zijn in die move. Maar goed, wij hebben het denk ik overigens gewoon goed gedaan, deze wedstrijd. Absoluut. Heel veel succes verder in de competitie en bedankt.
zou ik zo zeggen. Richard, nogmaals, gefeliciteerd. Ja, dankjewel Piet. Ik ben er blij mee. Top. Geen man of the match, wel invaller. En hoe, Sufjan Moro, vertel, het doelpunt. Ja, je weet, als je als middenvelder erin komt, verwachten we wat van je. En vooral van mij, ik ben een tijdje geblesseerd geweest. En vooral als ik had het in mijn hoofd, als ik een vrije trap krijg, moet het wel iets opleveren. En gelukkig was het zo. Ja, precies. Zag jij ook hoe het ging? Volgens mij maakte Basile Kamara ook een beetje zo'n schijnbeweging. Zo van, ik ga hem erin koppen. Maar op het laatst dacht hij van, nee, ik laat die bal gewoon stuiteren. En dan gaat hij gewoon vanzelf ook het doel in. Ja, dat had ik ook. Toen ik voor de bal stond, dacht ik van, die bal moet gewoon richting goal. Of iemand raakt hem aan. Of ja, zoals nu dat hij erin ging. En wat u ook zei, ik had ook het gevoel dat Bakam zou knikken, niet wel. En ik zag hem ook laat pas dat die bal erin ging. Maar ja, des te mooier is het. Ja. En wat trouwens ook heel erg mooi was, dat was op het laatst die prachtige voorzet van jou op Joshua, die net niet onder controle kregen. Ja, ik had nog wat van, Joshua had nog wat van mij te goed. Ik had een actie daarvoor die ik eigenlijk moest afspelen, had ik ook mijn verontschuldiging aangeboden. En toen zag ik een mooie mogelijkheid om hem wel voor te geven. Ja, ik dacht, we hadden net in de kleedkamer ook erover. Misschien kon hij gelijk, zoals vorige week tegen Excelsior, dat hij hem gelijk op zijn schoen nam. Maar ja, gelukkig, ja. Het gebeurt wel eens dat hij was een verkeerde aanname. Dus. Je klopt weer op de basisdeur, als ik dat zo mag uitdrukken, Sufjan. Want ik zie je regelmatig met trainingen. En ik denk, Sufi komt er weer aan. Ja, tuurlijk. Wat ik net ook zei, ik ben 6 weken geblesseerd geweest. En ik voel me nu ook weer 100% fit. En dit is de enige mogelijkheid om me weer te laten zien. Het zijn op trainingen, het zijn invalbeurten. En dit zijn de mogelijkheden om me weer in de basis te knokken. Volgende week tegen VVSB heel veel succes. Ik heb net gehoord dat ze nipt gewonnen hebben met 0-7. Dus jullie hebben wat te doen volgende week. Nee, zeker. Wat ik ook net zeg, we zijn echt een groep en we zijn voor niemand bang. Dus waarom moeten we voor VVSB bang zijn? Oké, groep. Sjoef, bedankt. Geen dank.